Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed. Op oh, ik was hier live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. De buitenmolen in Berendrecht de afgelopen jaar zijn 200ste verjaardag. Gelijktijdig slaagde Jorn van der Kloot in zijn examen en is nu de molenaar op de buitenmolen. Hij is gefascineerd door het proces, hoe de kracht van de wind omzet in en energie met een tastbaar resultaat. Zo wordt op de buitenmolen nog regelmatig tarwe gemalen voor thuisbakkers. Goedemorgen, mijn naam is Jar van de Kloot. Ik ben sinds een jaar molenaar op de buitenmolen in Berendrecht. Een zestal jaar geleden kwam ik hier voorbij en zag ik in één keer de molen terugdraaien. En op die moment dacht ik: ja, even gaan kijken wat er aan de hand is, wat er gebeurt op de molen. En op die manier ben ik eigenlijk hier voor het eerst op de molen gekomen. En in het begin uh, hebben we samen met uh, een Nederlandse collega de molen terug in, uh, in werking gesteld en hebben we wat herstellingswerken, kleine herstellingswerken gedaan. Uh, ja, de zeilen terug in orde gemaakt, uh, wat touwwerk in orde gemaakt en dan zijn we beginnen teeren. Uh, ja en ondertussen, uh, dus in het begin wat, wat werk is gedaan en ondertussen ook de molenaarsopleiding gedaan. Uh, Twee jaar geleden, voor de corona, ben ik begonnen met cursus bij levende molens. En dan hebben we eigenlijk uh, ja, verschillende zaterdagen theorielessen gekregen. En dan uh, vorig jaar uh, heb ik dan het examen afgelegd, uh, het theoretisch examen afgelegd. En dan nadien op de Scherpenbergmolen in Westmallen heb ik dan het praktische examen gaan afleggen. We staan hier nu bij de molen van Berendrecht, de Buitenmolen. Onze molen is van 1822. Het is een stellingmolen, een bovenkruier. Um, er, er is hier een grote restauratie geweest in 1996. En toen heeft hij eigenlijk nieuwe roeden gekregen en is heel de molen onder handen genomen. Vorig jaar, in de maand mei, hebben we eigenlijk het 200 jarig bestaan van onze molen gevierd. Dus dan hadden we eigenlijk uh, een feest, uh, een evenement ingericht, uh, feesttenten geplaatst, uh, wat kleine attracties voor de kinderen um, en die dag we dan ook hadden we ook voldoende wind om te kunnen malen. Uh, het leuke eraan was ook dat het oostenwind was, dus dat we eigenlijk vanop de feestweide hadden we de hele dag zicht op de molen um, en we hadden ja, zoals ik zeg een, een 1200 bezoekers die dag. Hier op de buitenmolen uh, malen we eigenlijk vooral voor thuisbekkers. Um, er wordt uh, eigenlijk maar één graansoort gemalen, omdat wij niet, veel, niet zo heel veel verkoop hebben. Um, proberen we ook onze stok niet te groot uh, te maken, zodanig dat we altijd met een vers product zitten. Dus we, we, we focussen ons gewoon op, uh, op tarwe dat we malen. En op de molen zelf kan je dan tarwebloem en tarwemeel komen kopen. Um, op deze moment is er nog maar één molen in Berendrecht en Zandvliet over, de buitenmolen. Maar in het verleden hebben hier wel meer molens gestaan. Um, zo was er ook nog de Oostmolen, een staakmolen. Um, en op de vest in Zandvliet zelf, daar stond een, uh, ook een staakmolen en dat was de Spaanse molen. En verder heeft er dan op de Solfplaats in Berendrecht, dus echt op de markt in Berendrecht zelf, op de Solfplaats stond de Solfmolen. Die molen is spijtig genoeg afgebrand. Um, ja. in Lillo is er dan ook nog een molen. Dat is ook een district van uh, een dorp in ons district, de, de eenhoorn in Lillo. En die draait gewoonlijk de laatste zondag van de maand. De buitenmolen zelf die staat eigenlijk um, ja, goed gepositioneerd. We hebben een goede windvang nog. En vlakbij de molen uh, is, er een klein, uh, is er een taverne in Eetcafé, Eetcafé de Molen, uh, waar je ook heel lekker kan eten. Um, ja, ik heb dan de molencursus gedaan bij Levende Molens. Um, verschillende facetten komen aan bod, zowel uh, werken met de molen zelf. De houtsoorten, graansoorten, uh, uh, ja, de klein onderhoud aan de molen, uh, zelfs wetgeving en een belangrijk onderwerp is ook het weer. Uh, ja, dat zijn twintig zaterdagen dat je eigenlijk een halve dag les krijgt, theorieles ja. krijgt en dan in de namiddag wordt er dan een molen bezocht. En dan kregen we wat uh, uh, praktische opleiding op de molen zelf. En dan werden eigenlijk ook de onderdelen die we in de molencursus uh, bekeken hebben, kregen we dan in de molen uh, ter plaatse ook te zien en toegelicht. Ja. Omdat ik al wat bekend was met de uh, met, uh, molen zelf, was voor mij, viel het voor mij nog wel mee. Maar ik denk dat het voor mensen die nog niks met molens te maken hebben, dat het voor hun wel heel moeilijk is. Hey, je krijgt heel veel nieuwe termen. Um, ja, je moet je proberen een beeld ervan te vormen, maar als je geen praktische ervaring hebt op molens, ja, dan is dat allemaal heel, uh, heel moeilijk om te plaatsen. In um, ja, de hoeveelheid van, uh, van leerstof is op, op zich ook wel uh, een, een, mo een moeilijkheid. Um, maar ja, het is zo interessant eigenlijk dat, je, uh, ja, dat je echt wel gemotiveerd blijft om uh, door te zitten en de cursus even te ronden. Ik vind het uh, enorm leuk om op de molen te werken. Ik, uh, ik, ik doe zowel het klein onderhoud als het draaien uh, met de molen zelf. Maar ik heb evenveel plezier om gewoon op de molen het onderhoud te doen. Uh, het teren, uh, wij vervangen ook uh, heklatten zelf. Uh, wij werken zelf op de stelling. Aangezien dat onze restauratie ook al, zoals verteld, uh, al 25 jaar achter, uh, geleden uitgevoerd is geweest, is er ook wel wat werk aan de molen. Dus uh, ja. Uh, er is regelmatig uh, wel wat werk. Um, We proberen eigenlijk één keer op de maand te malen. Um, ja, het is enorm leuk om, uh, om oh ja, met de wind eigenlijk te werken. Uh, ja, constant uh, het gevoel hebben uh, dat je een, een, een werktuig kan bedienen op windkracht. De wind die er is, Gebruiken om een werktuig zijn werk te laten doen, om, om eigenlijk de energie uit de wind te gebruiken om een product te, te maken, ons, ons meel, ons, ons bloem. Dat is, uh, dat is, dat is heel leuk.